vinger onder in de dijk te steken. Het gat van de dijk. Dus, gewoon, steek je vinger in de dijk. Ja, gewoon, zo simpel. Klaar? Ons landje ligt beneden en naar beneden. Het is dus altijd pompen of verzuipen. Voortdurend is er dreiging vanuit zee. De watervrees wil ons dus soms begrijpen. Maar wie zet zich dan schrap? Dat is het waterschap. Dat staat maar daar voor dijkbewaking aan het front. En is er dan een onverhoopte dijkdoorbraak? Dan gooien zij gewoon wat zakken in haar grond. Steek je vinger in de dijk, ook al is het kantje boord. Houd dan af de stand op de dochter voor de vloer. Zo komt alles goed, echt het is beslist geen grap. Want wij zijn nu zelf ons eigen waterschap. Maar nu dreigt heel acuut een groot gevaar. De waterschappen gaan misschien verdwijnen. Het provinciaal bestuur dat loopt ernaar. Doe maar dan dom! Dan zal de veiligheid gaan ondermijnen. Ze hebben geen verstand van dijk en waterstand. We moeten het dus in de toekomst zelf maar doen. Er ziet men wel een gaatje onder in de dijk. Dan doen wij net als Hans, die jongen flink en koen. Steek je vinger in de dijk, ook al is het kantje mooi. Houd hem af de stand, tot de dochter vloerig wordt. Zo komt alles goed, echt het is beslist geen grap. Want wij zijn nu zelf, ons eigen waterschap. Hansje Brinker was een echte held. Robert de Bom. Zo'n jongen waar je altijd op kon bouwen. Zijn datornas is wereldwijd vermeld. Robert de Bom. Hij stak spontaan de handen uit de mouwen. Hij was niet desperaat, maar donderig gegraat. Hij dacht in zich, ik wacht wel tot er hulp opdraagt. Want als die hulp te laat komt, is de boot goed aan. Dan wordt ons hele land door het water weggevaagd. Steek je vinger in de dijk, ook al is het kantje boord. Houd dan af de stap, tot de dochter vloerig wordt. Zo komt alles goed, echt het is beslist geen grap, want wij zijn.